Hallo sappige fruitvliegjes en welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En het is 113. Is dat een ongeluksgetal of niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, dan kunnen we dan kunnen we veilig naar het intro. Ja. Okay, people, let's go to work. Nou, hier is de draaikolk waar we vorige keer aan hebben gebouwd. En onze grote vriend Robin, die ook het Aladdin gedeelte heeft gemaakt, heeft hier een stuk verder gebouwd aan de draaikolk. En samen met Irma uit mijn hoofd. En Kenzo heeft de speed ingesteld. En je gaat onder water door naar het volgende gebied. En hier kom je eigenlijk bij het... het moet een beetje chaotisch worden. We hebben een beetje uitgebreid hier zo. Dus het is een wat groter geworden. En zoals je hier ziet is een gebouw flink in de fik. En dat wil ik hier ook een beetje dat het veroorzaakt wordt. Dus we gaan eens even met z'n allen daaraan bouwen. Een leuke soort afbrandende stap maken met een aantal lagen. Dat het net wat 3D-achtig lijkt, weet je wel? Ja. En wat denken jullie aan bij piraten? Aan schatkisten. Schepen. Aan schepen. Ja. Ik denk gelijk aan Jack Sparrow. Ja, ik weet niet waarom. Jack Sparrow. Godverdomme. Jack Sparrow. Nou, het begint goed deze aflevering. Ja. Ik heb hier Jack Sparrow. Godverdomme. Mijn World Edit X altijd op 1 staat hier. Kijk, nou zullen we hier... hier komt natuurlijk water dadelijk. Even dit afzetten, mooi. Zo. Dan kan dit allemaal... Zo, ik maak hieronder ook wel blauw. En Robby, dit is onze eerste aflevering nadat we uit Disney zijn gekomen, hè? Mm-hmm. Maar waarschijnlijk hebben mensen op mijn kanaal al lang een video gezien. Ze zijn helemaal up-to-date, hoop ik. Zo. Hoppakee. Fix water. Zo. Nou, dan kunnen we dit natuurlijk een beetje leuk maken dat je een beetje kadertjes hebt. En dan gebouwtjes een beetje 3D, inderdaad wat Dennis doet zo. Het lijkt me leuk om wat lagen te maken, weet je wel? Dat je inderdaad hier ook nog een laag maakt met... Ja, dat is de bedoeling. Oh, Roy, leef je ook nog? Ben ik er weer? Ja, ik ben er. Kijk, ik heb hier ook wat spullen nog. Netherrack heb ik hier. En dat kan echt niet, hè? Ja. En dan een beetje van die gaten erin en zo. Maar wat ik dus zei, je hebt geen netherrack nodig, want het brandt gewoon ook op normale plekken. Echt? Ja. Het was dat lelijke netherrack. Ja, maar die kan je verwerken, hè, dat netherrack. Op zich. Ik ben toch niet gek? Even kijken, ja, het is misschien raar, maar je maakt natuurlijk een gebouw en dan laat je het een beetje kapot maken. Dus dan maak je gewoon gaten erin. Dus het is eigenlijk zonde, want je moet eigenlijk een gebouw maken. Mag ik het doen? Wat gaat een soort balkonnetje te maken. Ja, mag je doen als je wil. Mag het nu? Het gebouw is nog niet eens af. Ja, maar daarom is het wel leuk om gaten te maken. Ja, dat wel. Nee, ik kan beter een structuur erin zetten, denk ik. Ik vind het helemaal mooi. Hey, ik ben niet zo goed met piratenthema. Dat had ik vorige keer ook gezegd. Ja, ik ben er echt niet goed in. Ik vind het wel even vreselijk om te doen. Maar ik ga er gewoon wat leuks van maken. Arr. Arr. Piraten. Ai, ai. Zo. Ik pak gewoon van dit huisje zo. Wie denk je? Ja, Roy. Ja. Roy's microfoon vangt zeg maar. Roy's microfoon vangt zeg maar 80% wind en 20% stem. Ja. Dus ja alsof de raam open staat. 100% stank. Nou. Dat produceert ze zelf. Oh, daar komt die wind vandaan. Die windtunnel. Het is gewoon die stamping van die splashes te maken in het water. Dat is ook wel een idee. Nou ja, dat moet je dan even... Heel raar, ik heb tegenwoordig als ik iets plaats, dan plaats die 3 stuks achter elkaar. Oh ja, dat heb ik ook soms. Dat is echt fucking irritant. Ja, ik snap het niet, dat is nieuw. Had ik vroeger nooit. Raar joh. Ik snap er ook geen reet van je. Misschien moet je dan gewoon 1 keer klikken in plaats van 3. Ja, ik ben echt slecht erin in bouwen. Ik zeg het je eerlijk, ik vind dit zo verschrikkelijk om te doen. Ja, ik ben echt ook piraten, vind ik ook niks hoor. Nee, echt hoor. Ik heb er geen reep mee. Ik zit hier rond te vliegen om inspiratie op te doen, maar... Ja. Misschien wat van die verbrande vlaggen er tussendoor. Kan er niet zo ja, dat is misschien leuk, ja. Ja, die weten alle ingangen waarschijnlijk. Natuurlijk, die kent alle... Zo. Wat is dit?
Gewoon negeren, jongens. Gewoon negeren. Ja, zo mooi. Mag het huis zo stuk? Maakt niet uit. Nou, het ziet wel op zich. Ja, het kan wel. Nou. Ja, dan komen we de piraten al. Ik ga er gewoon op schieten. En dan hier zo van die... van die hoge dingen zo. Ja, precies. Ja, hè? Ja. 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 En dan nog eentje hoger zo. Je wil een slapje erop gooien, zo denk ik. Ja, probeer maar. Kijk of hij het houdt, hè? Dat weet je niet, hè, bij dit hout. Nee. Oh, hij houdt het wel net. Ja, hij blijft ook woed natuurlijk, hè? Ja. Fucking flauw. Hier ook een kapitein met een houten been. Hé, dit is wel gaaf. Moet je kijken, als je hier gaat, als je hier in de karretje zit, dan zie je net niet die netherrack bovenuit steken hier. En ik ga dit gewoon zo plaatsen met netherrack, want dan weet ik zeker dat het blijft branden. En we hoeven natuurlijk niet alles te laten branden, maar je ziet net die netherrack niet vanuit het karretje, dus dat is wel echt heel gaaf. Maar je ziet het wel hier vanaf hier. Waar zo? Vanaf die draaikolk, als je kijkt naar achter, dan zie je het weer wel. Dan moeten we dat misschien afschermen of niet? Ja, dit moeten we sowieso afschermen. Een stukje extra. Nee, maar dit kunnen we sowieso afschermen, dit stuk voor die draaikolk. Ik ben niet gewoon. Nee, dat zou ik niet doen, denk ik. Ik zou gewoon hier een slapje erop gooien, of dat inderdaad wat Robbie doet. Oh ja. Dat lijkt me beter. Nee, jij was een... Stinkert. Ja, maar dat ziet er graaf uit zo, joh, vanaf karretje. Zie je dat die vlammen echt er bovenuit komen, joh? Wij zitten toch de kut aan één huis en dan hebben we al helemaal af. Ja, Robbie, weg eens door. Nah. Laat eens wat bloemetjes. Ja joh, Klazien. Klazien meut. Ik maak wel iets van klei, maak ik iets van paars op de achtergrond hoor, denk ik. Dat je een beetje diepte hebt. Die sloopt het weer hoor. Mooi, dat is toch leuk? Nee ja, ik zag het. Was leuk ja, ik weet niet meer. Nou zitten er weer gaten in. Nou, ze zijn niet meer leuker. Je hebt toch? Gooi. Gewoon uitdrukt. Het is gewoon. Waarom maak je nou weer je stijgen met gaten? Waarom maak je het huis kapot, Lier? Je hebt het gewoon verneukt. Lier. Nee, Lier hoor je niet. Zo, ik maak een verlichtje voor iedereen. Ik ben gelijk een stuk flitsende hier. Ziet er zeker iedereen dat je haar hebt geknipt, hè? Absoluut. Oh, heb je het zelf gedaan? Nee. Oh. Ik ben er niet geknipt voor. Dus echt, je hebt je haar geknipt. Dus. Kijk, ik ga hier een painting doen. Ja, Oscar. Zo. Ik het liefst Aladdin. Oh, die kan er ook met die bedkeister erop. Die vind ik wel leuk, joh. Komt die nog terug? Ik denk het niet. Nou, die gewoon, dat is ook een beetje piratenstijl. Ja. Die heeft er geen moer mee. Nee. Je hebt een grap gemist. Ik heb een boer mee te maken. Prachtig. En die appel is een beetje, toch? Ja. Die staat er niet eens op. Ja. Ja, dat piratenschip, hè, dat erop staat. Ja, ja. Misschien kunnen een heel gaaf piratenschip zo hier uit laten steken, joh. Dat dit toch wel heel gaaf is. Hier maken we gewoon een vijvertje. Hier laten we gewoon een keigrote schip uitsteken ook, joh. En even kijken, ja, dan kunnen we hier misschien een punt maken van een schip, weet je wel? Zodat er precies zo'n punt uitsteekt. Ik ben heel slecht met dat. Maar ik ga gewoon proberen. Ik denk dat je sowieso met sterren moet werken, hè? Misschien kunnen we die muur dan een soort van zwarte poort maken, dat die eruit komt. Dat zien we straks wel. Ja, is goed. Ik maak wel even een model van een schip, denk ik. Probeer het. Ik ga mijn best doen. Oké, nou. Jottig. Hallo, jongens. Kom, we gaan ze één voor één kiel halen. Hallo jongens. Arr. Hebben jullie een leuk uitzicht, jongens? Niet meer. Leuk, hè? Wacht, ik weet iets. Wacht, let op. Kijk. Nou, goed, ik maak het goed. Kijk. Zo, wacht even. Kijk. Prachtig. Veel plezier, jongens. Ja. Moet denk ik wel een breder schip worden, denk ik. Gewoon een heel klein schip. Even cent. Ja. Misschien moet het schip iets breder maken. Ja, goed idee. Anders maak je het schip al doorheen. Dat is nog een beter idee. Wow. Echt, hè? Nee, maar nu heb ik gewoon het beste idee. Mijn idee was beter. Als je het schip breder maakt. Hoe breed? Kan iemand een spuit geven aan? Ja. Die heb ik opgestuurd, maar die komen we niet aan steeds.
Nee, er komt wel, kom wel meer niet aan. Amper. Enfin. Dit schip. Dit vervloekte schip. Ja. Het is een hel. Is een hel gelijk. Dat is een ander park, hè, mensen. De vervloekte avond. Ja. Kennen ze het rijp eerst door? Ja, echt, jammer dit. Ja, nou ja, net als dat huis, dat draait ook door. Waar de vrouw, jongen. Kijk, wat Dozy einde. Einde van dit leerzaamverhaal over lelijk bouwen. Kijk, ik doe nog een beetje een chest op. Een beetje chest hier zo. Laat je in die kisten, ja. En ook van die planken, met slabs, kan je ook van die planken maken. Wij richten gewoon helemaal in en je mag dadelijk lekker kapot maken. Wel een beetje netjes kapot maken, hè? Ja, dat hoort bij kapot maken. Wilco is aan het kijken hier en ik zie Tivano hier ook kijken. En nog iemand, een aap, Koen Smeet staat hier en Sander. En Gap. Een koala? Hè? Nee, stond er net ook een koala'tje te kijken. Ja, nee, die hebben we meteen gekieuw al natuurlijk. Nou, die koala's. Zo lelijke dieren. Ja, echt, hè? Jammer dit. Stinkwallen. Jammer dit, joh. Stinkwag. Dat is een biefstukje. Rory. Ferrari. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Zij. Zij Jan. Ja. Wie is Jan? Weet ik niet. Nee, ja. Kazan. Jan Kazan. Jan Smit. Die heeft hier ooit in de attractie gestaan. Ja, klopt. Zullen we die ergens toch een keer neerzetten? Gewoon voor de droogheid. Nou mensen, dit was de aparte video van de ondergang. We hebben met elkaar weer een kleine scène bijgebouwd nieuw. Dan weten we het ook gelijk dat we daar aan bezig zijn geweest. En dat we nog zeker niet klaar zijn. En tot de volgende Disneycon aflevering. Namelijk 114. Bedankt iedereen voor het kijken en meedoen. Biepster en Dennis en Leroy en Rowie en Jens en Oscar. Maar die had geen grote toevoegde waarde. Ja, en hier zien we een paar mensen. Een ergeitje Oscar, heel leuk. En doei. 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 Jens, een lachje de auto.